Als bij een hartkatheterisatie blijkt dat u ernstige vernauwingen heeft, kan een dotterbehandeling volgen. Deze behandeling heft vernauwingen in de kransslagaders op. Goedemorgen, meneer Van der Ham. Ik kom hier voor een dotterbehandeling. Ik heb op zich een katheterisatiebehandeling gehad en daaruit bleek dat ik een vernauwing had. Dus de conclusie was een dotterbehandeling. Mensen krijgen een dotterbehandeling als er een afwijking in het bloedvat is die ernstig is. Als het bloedvat meer dan 70% vernauwd is, is er een ernstige afwijking. En daarmee is dan dus de doorstroming belemmerd en dus is het belangrijk om daar wat aan te doen. Nou, we beginnen over het algemeen met het zetten van een plaatselijke verdoving. Dan brengen we vervolgens het slangetje in de slagader in. En daardoorheen gaat dan de katheter die naar het hart gaat. Een katheter is eigenlijk een soort slangetje, wat door het buisje wat in de slagader is ingebracht, wordt dat slangetje in de grote lichaamsslagader gebracht. En die voeren we zo ver op dat we bij het hart uitkomen en daar hebben we dan de kransslagaderen. Door die katheter wordt er een draad gelegd, die wordt in het bloedvat gelegd, dus voorbij de vernauwing. En vervolgens kunnen we over die draad een ballon heen en weer brengen of een ballon met een stent daarop. En zo kunnen we uiteindelijk ook een stent plaatsen op de plek waar het nodig is. Door het inspuiten van contrastvloeistof worden de kransslagaders zichtbaar op het beeldscherm. U kunt het goed zien, hè, denk ik, op dit plaatje. Aan dat stuk wat daar vernauwd is, daar gaan we nu wat aan doen. Dit is de stent die dus op de ballon zit en in een niet ontplooide situatie dus ingebracht wordt. Ja, een stent zorgt dat wanneer je ruimte maakt in een bloedvat, dat het bloedvat niet terugveert. De stent zit om de ballon heen en op dat moment wordt de ballon opgeblazen en wordt de stent tegen de wand van het bloedvat geduwd. Ja, hier mag die opgeblazen worden. Ja? Ja. Inflatiestent. Nou kunnen we even wat druk op de borst voelen. Ja, kijk, zo'n mooi plaatje. Oké, dan mag die leeg. Leeg op 14. En daarna wordt de ballon eruit gehaald en de stent blijft achter in de wand van het bloedvat. Kijk, als u nu hier links en rechts vergelijkt. Rechts zien we de afwijking voordat we de procedure hebben uitgevoerd. En links is het controleplaatje waarbij het weer prachtig doorstroomt. Kijk, de stent zit ongeveer vanaf hier naar daar. En daar is de stent onderdeel van het bloedvat geworden. In principe is de behandeling niet heel pijnlijk. Wel is het gebruikelijk dat iemand gedurende enkele minuten enige druk op de borst voelt. De risico's van een dotterbehandeling worden vooraf door de behandelend cardioloog besproken met de patiënt. Wanneer het onderzoek via de lies is uitgevoerd, dan is over het algemeen de eerste week niet autorijden en rustig aandoen. En die beperkingen gelden wanneer de dotterprocedure via de pols is uitgevoerd in mindere mate. Als de dotterbehandeling ongecompliceerd is verlopen, gaan sommige mensen al na enkele uren naar huis. En soms ook gaan mensen na een nachtje overblijven de volgende dag naar huis. Wanneer een vernauwing is opgeheven, heb je zeker een kans dat er een vernauwing weer terugkomt. Die kans is ongeveer 1 op 10, mogelijk iets minder. Maar op het moment dat zich zoiets voordoet, is daar vaak ook goed weer wat aan te doen. Ja, je voelt bijna niks. Dus dat is ja, ideaal. En je kunt goed volgen op een monitor. Dus je was er wel goed bij betrokken wat er gebeurde. Ik vond het reuze meevallen, ja.